is donderdag vandaag en Suus is er weer met haar hele wagen. Waar is Suus? Even zoeken. Daar. Daar is Suus. En die komt de zadels afpassen voor Blondie. Ze zijn er weer. En ze zijn heel erg mooi. Dat hebben jullie al gezien. Alleen ze moeten natuurlijk wel afgepast worden. Dus dat gaat Suus even doen. De zadels zijn natuurlijk schitterend afgewerkt. Echt puikwerk van plezier. Ik ben heel erg tevreden. Het was wel een verrassing hoe het zou worden. Want het is wel weer een nieuwe kleurencombinatie die we geprobeerd hebben. En die Tess heel graag wilde. Maar ik kan niks anders zeggen dan chapeau. Heel netjes. Hey Tess. Hi. Daar zijn we weer. Ja. We gaan de zadels afpassen die ze heeft ontvangen van plezier. Die we de vorige sessie hebben opgemeten. En dat gaan we doen met de dressuurzadel en de springzadel. Ja. Ik ga Blondie eventjes weer nakijken, zoals jullie van mij gewend zijn ook. Ik zie wel gelijk dat Blondie enorm gegroeid is al. Er gebeurt heel veel met Blondie. Ook qua training, maar ook gewoon met haarzelf qua groei. Mooi om te zien. Dus ik ga gewoon beginnen. Weer. Kijken we gewoon weer eventjes wat de spierspanning is. Doen alles weer. Of de kussens recht zijn, niet scheef en of ze, hoe ze gevuld zijn. Dus aan de hand van de vulling van de kussens en aan de hand van haar rug kijk ik straks van hoe ik hem aan moet vullen of niet. Oh. Ja, wat je nu ziet aan het zadel is dat hij dus je zitvlak is eigenlijk het midden van je zadel, je balans noemen we dat, zit een beetje aan de voorkant en ik wil je in het midden hebben. Dus wat hebben we ook gedaan? Dat is ook wel leuk om uit te leggen. Wat doen we vaker trouwens met jonge paarden? Is dat we de boom, die bestellen we iets wijder. En dan passen we de breedte van de pony, of de smalte van de pony, passen we aan in de kussens. Dus dan heeft de pony de mogelijkheid om te ontwikkelen onder de boom. Zonder dat die boom, want als je de boom op maat bestelt op de maat van de pony, dan kan de pony namelijk niet meer groeien. Dus wat we doen, we bestellen hem ietsje wijder en dat is echt millimeters. Dat moet je niet denken dat het dit is, maar dat is millimeterwerk. En dat passen we aan in de vulling. En dan kan de pony mooi ontwikkelen onder het zadel. Dus dat ga ik nu even doen. Dus dat is het afpassen. Kijk, de boom kan op latere periode kan de boom gewoon in de pers kan die gewoon versteld worden. Ten alle tijden zo vaak als dat we willen. Maar we willen natuurlijk in het begin gelijk goed beginnen door het paard te laten ontwikkelen. Dus door die ruimte te geven. En die ruimte van de vulling, van de kussens, is natuurlijk veel zachter dan een steile boom. Kijk, nou ligt hij recht. Zie je dat? Dus nu leg je balans, leg nu midden in het zadel. Ja. Ik ben nog niet helemaal tevreden, dus ik ga nog ietsje doen. Maar ja. Ik ben nu al veel meer tevreden dan dat ik net was. Okay. Net stak hij ook een beetje af aan de achterkant en hij ligt nu mooi gebalanceerd op de rug. Okay. Zie je het? Ja. Het verschil, hè? En dan heeft hij dus ook hier bij die schouders, bij die schoft, heeft hij dus ook gewoon wel veel meer ruimte en vrijheid om te bewegen. Dus nou ligt dat zadel niet meer zo voor in de schoft. Ja. Nou ligt hij mooi uitgebalanceerd. Waarom kan hier dan nog zo'n hand tussen? Ja, omdat je het hoge schoftmodel hebt. En dat hebben we eigenlijk ook gedaan naar de toekomst gezien. Omdat dit wel een schoftpaardje is. Ja. En stel je voor je neemt het lage schoftmodel, dan gaat die schoft die gaat tegen het zadel aan. Ja. Dus dan moet je weer een nieuw zadel. Oh. Ja, dat willen we niet. Nee. Ik moet altijd weten van wat heb ik in mijn handen? Wat is de vormgeving van het zadel van de kussens? En dan de kussens recht? Leg ik hem erop, ja. De kussens zijn wel recht, ja. Maar ze hebben altijd een eigen vorm natuurlijk. Ja. Deze vind ik zelf altijd wel dat die beter ligt dan de dressuurzadel. Ja, deze ligt van voren. Legt hij ook wat in de schof, dus die gaan we ook wat corrigeren. Ja. Dus dat ze hier bij die schouder iets meer ruimte krijgt. Ja. Ja. Anders legt hij te dicht op de schouder en dat, sowieso willen we dat nooit. Maar ja, daar is het afpassen ook belangrijk voor, hè? Nou, we hebben nu ook het springzadel aangepast. De vulling die we erin hebben gedaan, de synthetische passiervulling, die is enorm veerbaar en ook heel krachtig. Die gaan we zo nu even inrijden. Dat is ook altijd wat nodig is bij het aanmeten van, of het aanpassen van de zadel. Pas met de ruiter erop kunnen we zien of we het werk goed hebben afgeleverd en de beweging van het paard. Wat je gaat doen met deze single
is wat je niet wilt, is dat je lager gaat singelen. Omdat hier loopt een hele belangrijke buikspier. En als je op die buikspier gaat singelen, dan krijg je vaak ontstaat daardoor singelnijd. Omdat onze singels te laag aangesingeld worden. En dat is juist wat we niet willen. En vooral bij jonge paarden, die krijgen daar een hele nare associatie mee. Dus wat we doen bij jonge paarden is zo hoog mogelijk aansingelen om die spier te ontlasten. Om die buikspier te ontlasten. Wil je zo laag of zo hoog? Hoog. Dus we willen, als je hem laag singelt, dan singel je hem op die spier. En op die spier wil dus zeggen, precies op het randje ga je druk zetten. Maar kijk, dit is toch hoog en dat is toch laag? Ja, dit is hoog. Ik heb het over dit stukje, dit flapje. Mm-hmm. Dit flapje. Dit is gewoon mooi hoog. En die spier, want die voel je hier, kijk, daar voel je hem zitten, zie je dat? Mm-hmm. Dit is eigenlijk, ze reageert er ook op. Dit is dus de spier, waar de meeste mensen op singelen. Oh. En daardoor, kijk eens, zie je, krijg je dus singelnijd. En wat we eigenlijk willen, is dus die spier ontlasten en dat is over die spier heen singelen. Ja. Dat is wat we willen en dat is ook wat we doen. Maar je ziet ook hoe scherp zij is op die spier. Ja. En dat is vaak bij jonge paarden. Ook bij oudere paarden, maar vooral bij jonkies merk je dat heel snel. Die zijn er natuurlijk over het algemeen nog niet echt belast. Dus daar gaan we overheen singelen. Ja. Je moet even kijken welke gaatjes je nu zit. En je mag dus niet strakker, hè? Nee, je zit allebei op anderhalf op de ene laatste. Ja. Dus daar houden we hem even op. Dan gaan we nu even testrijden. En als je daar aan het testrijden bent, dan ga ik kijken hoe die dan zit. Want Hij zakt natuurlijk nog wat in. Ja. Gisteren is de osteopaat geweest. En nu heeft Blondie spierpijn. Dat betekent dus dat ze nu even niet kan lopen zoals ze hoort te lopen. Omdat het gewoon echt even niet fijn voor haar is. We gaan dus niks doen nu met teugels of beugels of wat dan ook. Het gaat nu alleen om te kijken hoe het zadel ligt. Nou, waarom vinden we singelen zo belangrijk? En dat we niet te strak singelen. Dat is voornamelijk voor het toevoer van zuurstof in het bloed. Wat doen we met singelen? De singel die we heel strak aan zouden zetten. Wat we dan doen is we trekken die ribben bij elkaar en we trekken het borstbeen er binnen. Dus het paard heeft dan niet meer de mogelijkheid om dit te doen in zijn romp. En waardoor moet een paard dit doen in zijn romp? Dat is nodig omdat de longinhoud van een paard die wordt 1/3 groter tijdens de arbeid. En wat houdt dat in? 1/3 groter. Dat is een enorme zak. En die zak die moet gevuld worden met zuurstof. En als die zak niet voor de volle 100% gevuld kan worden met zuurstof, houdt dat ook in dat het bloed zuurstofarm is. En bloed wat zuurstofarm is, dat komt natuurlijk ook, de bloed komt bij de pezen, dat komt door het hele lichaam heen. Wat je dan gaat krijgen is dat de organen geen zuurstofrijke bloed krijgen, de pezen krijgen geen zuurstofrijke bloed, de spieren krijgen geen zuurstofrijke bloed. Dus overal waar zuurstof nodig is in het lichaam, wordt beperkt. En het gevolg daarvan zijn blessures. Dus zelfs jouw singel kan ervoor zorgen dat je paard in een later stadium blessures op kan lopen. Dat willen we je wel even meegeven. Dan gaat het zadel weer mee, dus gaat hij ook op en neer. Ja, ja, ja. Ja, er zit cadans, het panel van de plezierzadels, er zit enorm veel veerkrachtigheid in. En wat het zadel mag natuurlijk nooit dit doen, hè, dat weten we allemaal, het mag nooit klapperen. Maar wat het zadel moet doen, is het moet meeveren op de rug van het paard en met de ruiterbeweging. En dat is wat wij nastreven. Nou, ben tevreden over de zadels? Tess kan er weer mooi tegenaan met Blondie. Lekker gaan trainen, oefenen en plezier hebben voornamelijk met het paardje. En dan tot de volgende check.